naar mijn eigen koe, Suus. Ik kreeg haar cadeau van een vriendin. En al gauw werd Suus zwanger van of een koe of een stiertje. Vorige week zagen we dat de kans daarop, net als bij mensen, 50-50 is. Maar dat stiertjes eigenlijk geen waarde hebben voor de melkveehouder. Mijn vriendin Suzanne, van wie ik Suus kreeg, heeft hiervoor samen met haar culinaire vriendin Nel een plan bedacht. Er was een dag dat jij besloot, ja, ik ga die stiertjes niet meer wegdoen. Ik ga ze houden. Ja, maar ik kan ze nog lang niet allemaal houden. Ik ben met een aantal begonnen. Gewoon als proef. Er zijn best wel veel mensen die naar de Achterhoek verhuizen, die uit het westen komen. Maar ze vergeten dat ze misschien 1 of 2 hectare hebben. En ze willen daar graag een dier op, maar oh ja, dan komt dat dier en dan heb ik er ook nog werk mee. Maar daar kunnen wij hun weer van ontzien, want wij brengen die ossen. En wij zorgen dat er een ossenoppasser iedere week langs gaat. En dat die eigenlijk voor die ossen ja, zorgt of in ieder geval controleert of alles goed is. Dus dan kunnen de mensen die vanuit het westen hier een huisje kopen, genieten van een os zonder dat ze er werk aan hebben. Dat is het idee? Dat is het idee, ja. Ja, ik wil ze eigenlijk gewoon ontzorgen. Met een ossenoppasser? Ja. Ja, plus je hebt natuurlijk ook een hele kleine kringloop, hè? Want die os wordt geboren hier in de Achterhoek, wordt gewijd in de Achterhoek, wordt hier groot en uiteindelijk ook geslacht in de Achterhoek. We hebben een speciaal slachthuis die heel kleinschalig, die wil met ons samenwerken. Zij gaan het ook slachten en Nel komt natuurlijk ook uit de Achterhoek. Zij gaat het weer in, uiteindelijk in vleespakketten en producten wegzetten. Dus alles blijft in jouw buurt? Ja, ja. En dat is wat jij wil? Ja, en uiteindelijk wil ik ook graag die consument ontmoeten die het op is en wil ik graag horen wat hij ervan vindt. Dat je een soort gesprek op gang brengt. En dat eigenlijk die os een middel is om verbinding tussen mensen te krijgen. Luisteren de ossen een beetje naar jou? Nee. Oh. En of die ossen wel naar mij luisteren, dat valt te bezien. Want de eerste ossen worden vandaag afgeleverd bij de eerste geïnteresseerden. Nou moeten ze erin. Hoe wou je dat doen? Een beetje brokken. Ja, die schapen komen allemaal. De verkeerde. Kom. Kom, jij gaat erin. Ja, ja. Oeh. Ja! Dus wij moeten wat hulptroepen inschakelen. Ik ben helemaal niet geschikt voor. Hoe lang had je hiervoor uitgetrokken? Ja, niet zo lang. Ja, goed zo. Eentje. Nee, niets doen, niets doen, niets doen. Oh. Heb je ook wat gedaan, of niet? Nee, ik ben er maar tegengewerkt. Tjongejonge, wat een hobby. We brengen de Achterhoekse ossen naar Han en zijn zoon. Han is geen boer, maar houdt wel hobbydieren. Hij heeft een stukje land over waar de ossen kunnen verblijven. Samen met de hulp van de ossenoppassers gaan ze de komende jaren voor de dieren zorgen. Ze moet wel heel groot zijn aan de kaart te zien. Tommy, kom nou, je ligt eronder. Kijk, daar gaan ze. Hoi! Ja, kijk eens aan. Kijk. Met een vreugdesprongetje. Ja, doe de draad maar even voor. Mooi, hè? Nou, dat is nou het mooie als je buitenaf woont. Iedereen wil wel iets aan beestjes in huis hebben. En nou, zo is het wel mogelijk, hè? En dan allemaal voor een stukje vlees. Ja. Maakt dat dan nog uit dat het uiteindelijk allemaal voor vlees bedoeld is? Nee. Een kalf is toch een bijproduct? Als ze naar het slachthuis gaan en ze hebben een goed leven gehad. Ja, wat wil je dan nog meer? En blije osjes. Blije osjes, ja. Blije boer, blije Achterhoek. Ja. Kan niet op. Nou ja, bij deze zijn jullie een van de eerste officiële ossenoppassers.